Het was gewoon een doordeweekse avond. En ik had het al eerder tegen mijn broer gezegd en tegen mijn nicht. En die zeiden van, joh, nu moet je er ook mee naar mijn ouders. En toen had ik gezegd, ja, komt goed, weet je. Ik moet het eerst eventjes voor mezelf een plekje geven. Ja. En dat duurde en dat duurde. En mijn broer elke dag bellen van, ja, je moet het, nu, ja? Je moet het nu gaan zeggen. Want je maakt het veel groter. Maar die steunde je wel? Ja, heel erg. Ja, meteen. Oké. Okay. Ja, mijn schoonzus ook. En toen op een gegeven moment, op dinsdagavond om 11 uur... staat er ineens een auto voor de deur. Met mijn broer en mijn schoonzus erin. En ze zeggen, je gaat nu mee? Ik zeg, ja, maar dat doe ik niet. Jawel. Ik zeg, ja, maar ik moet het eerst een plekje geven. Hij zegt, ja, maar dit roep je nu al 2 weken. En jij bent mijn broer en ik laat je niet nog langer zo in huis zitten, want er is helemaal niks aan de hand. Oké. En toen zijn we naar mijn ouders gegaan en toen heb ik het gezegd. Goeie broer. Hele goede broer. Nee, ja, maar niemand, maar mijn familie, maar ook mijn vrienden en iedereen om me heen. Niemand, er was echt niemand die daar ook moeilijk over deed. Nee. Dus achteraf had ik ook zoiets van, ja, ik had dit eigenlijk gewoon veel eerder moeten zeggen. Maar wat ik zeg, je maakt het in je hoofd veel groter dan dat het is. Ja. En dan, ik zag mezelf echt al ergens op een flatje in Amsterdam-Oost. Omdat je, nou ja, verstoten is het te groot, maar omdat je niet meer bij de gemeenschap zou horen. Ja, ik zou hier niet meer passen.